good, Kelvin! Dat is right. We are back. Stel je voor dat ik de hele tijd... Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En wij zijn hier weer. Oh, daar zijn jullie! Hallo Kelvin, what's good? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik ben hier vandaag wederom om even een filmpje voor jullie te bouwen. Even zo in elkaar te zetten. Doe klik, klak, piggity, pek. Doe klik, klak, piggity, pek, 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 papoe, pek, pek. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie weten heb ik laatst een nieuwe auto gekocht. En hey, ja, dat was nice. Ik heb een zeer belangrijke vraag aan jullie, dames en heren. Namelijk een video waarin ik eventjes uit mijn woonkamertje ga. Waarop ik zeg, hé, hey, pak de camera, we gaan er vandoor, mazzel. Zo'n video zoals mijn vorige video eigenlijk. Vinden jullie dat prettig of vinden jullie dat onprettig? Ik geef jullie even een paar seconden om in de comments achter te laten of je dat vaker wil zien of niet. Oké, laten we gaan. Ben je al aan het typen? Nou, kom op nou. Ik wacht niet veel heel lang meer. Heb je al getypt? Nou, het begint wel heel lang te duren nu. Heb je al getypt? Oké, nu is het godverdomme klaar, oké? Typ gewoon! Nee. Dat is toch allemaal, nee. Ik maak gewoon die jokes, hè. Always jokes, man. Always jokes. Mocht mijn hoofd nou voort... Oh, hey, wacht even. Dat gaan we even niet doen, oké? Even rustig aan daar. Nee, oh nee. Mocht mijn hoofd nou voor het eerst zien, wat eigenlijk praktisch onmogelijk is. Cause we everywhere, Kelvin. We fucking everywhere. Maar mocht je nou alsnog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan sowieso. Join the Kelvin. It's good, man. It's always fun. Ik ga je wat laten zien. Oké, wacht even. Ik ben nu al miljonair. Dat is zo nog populair. Mama, papa, ik ben rijk nu. Voel me waard, olie sheik nu. Ik heb niet deze rijbewijs. Kijk, het zit even als volgt, Kelvin. Ik heb een lijst, een playlist waar de huilende muziek staat. En dan ga ik het gewoon luisteren. En dan zit ik zo en dan denk ik van... Ik mag gewoon dankbaar zijn voor het leven. Ik mag echt zo dankbaar zijn voor het leven. Is echt niet zo begaan. Ik was laatst dit aan het lezen tijdens het luisteren van mijn huilen playlist. Kijk, man, what's good, Kelvin? Dit is een boekje wat ik heb gekregen waar allemaal mensen in staan. Allemaal fanaccounts en weet ik wat allemaal. Ik was het aan het lezen en ik kwam één ding tegen. En het lijkt nogal niks, maar voor mij was het best wel belangrijk. Dus ik ga het even weten. Oké, adem en Kelvin, dit is bijna. Accepteer. Accepteer. Dat we er zijn. Accepteer. Dat ik nu shine. Hier is Meijer. Lieve Kelvin, je bent geweldig in wat je doet. Je maakt me altijd aan het lachen. En onze Kelfam is gezellig. Wat ik hierbij probeer te zeggen is dat ik me toen pas besefte dat Kelvin natuurlijk één grote familie is, maar dat het onderverdeeld is in allerlei soorten groepjes, WhatsApp groepen en weet ik wat allemaal. En dat is nice, want het zijn hoogwaarschijnlijk mensen die elkaar niet kenden voordat ze mijn video's keken, maar nu uiteindelijk in de Kelvin zitten en elkaar gewoon kunnen steunen en supporten en shit. Wow, er zijn gewoon groeps WhatsApp'en waarin allemaal mensen er ook met elkaar connecten en zo uit het hele land en dan gaan meeten, man. It's going, man. Kelvin is going strong, man. En dat is eigenlijk de hele reden waarom ik het zo belangrijk vind dat jullie voor eens en voor altijd weten wat de reden is voor deze Kelvin. Namelijk, ik weet gewoon hoe het is om op school te zitten en op een of andere manier het gevoel te hebben dat je ergens niet bij hoort of iets dergelijks. Of niet bij een groepje hoort, of niet cool genoeg bent, of niet denkt dat je cool genoeg bent. Want iedereen is cool genoeg, want we zijn allemaal cool behalve. Maar het is gewoon voor het moment waarop jij het gevoel hebt van, hey, weet je, ik hoor er niet helemaal bij. Hey, Kelvin is hier, man. Kelvin is always here. Je kan gewoon connecten, je kan connecten met andere fanaccounts. Ze zullen altijd met open armen ontvangen. Hey, what's going on here? That was good, hey. En dan heb je een gezelschap. Dan heb je een genamelijke interesse, namelijk mij. Het is een beetje eng, moet ik eerlijk toe, een beetje weird. Maar het is wel leuk, want er ontstaan leuke gesprekken. En dan blijkbaar krijg ik briefjes waarop staat, het is gezellig in onze Kelvin. Dat vind ik belangrijk om te lezen, zodat jullie een leuke tijd hebben, omdat ik video's maak. Hey, zo doen we dingen voor elkaar, toch? Connect. En zo, hey. Vandaag gaan we wat leuks doen. Namelijk, ik ga Never Said I Ever doen met mezelf. Jazeker. Ik heb een video gemaakt met Anna waarin wij Never Said I Ever gingen spelen. En dat ging als volgt. Je kreeg een zin te zien. En dan moest je raden of je hem ooit had gezegd of niet. Want soms vergeet je dingen die je hebt gezegd in de media. Van je eigen video's of iets. Bla 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 bla. En dat ging er ongeveer zo aan toe. Ik zou willen dat hij mijn kanaal had. Sowieso gezegd. Nee. Dus vandaag is het zover, mensen. Vandaag is het moment daar waarop ik ga kijken of ik ook de Never Said I Ever challenge in mijn eentje kan doen. Oh, yo. Ik ben redelijk zelfverzekerd over mezelf. In deze situatie waarin ik kan verkeren op het moment dat ik het doe. En ja, we're just gonna do it and we're gonna see. Kijk, de allereerste zin waarvan ik moet raden of ik hem ooit gezegd heb is... Je moet weer eens een keer langs bij de botoxboer. Did I ever say this, man? Did I ever fucking say this, dude? Ik weet het niet. Wacht, ik ga mijn hulplijn inschakelen. Hulplijn, where are you? Fortje, heb ik ooit deze zin gezegd? Did I ever say it?
Zo, kom maar hier hoor, kom maar hier lieverd. Otje en ik zijn echt bevriend. Otje en ik zijn echt vriendjes. Wij zijn echt matties, hè. Wij zijn toch matties? Later. Au. Oké, bedankt dat ik deze hulplijn mocht inschakelen. Ik ga even nadenken. Ik weet toch zeker wat Otje heeft te melden over mee. Ik heb dit nog nooit gezegd. Ik heb dit echt nog nooit gezegd. Nu een beetje weggetrokken. Ja. We moeten eens een keer langs bij de botoxboer. Oké, man, we gotta step up this game. We gotta step up our game, you know what I'm saying? Ik moet weer eens een keer langs bij de botox. Ik heb het gewoon gezegd, man. Oké, ik moet een beetje beter mijn best doen. Ik vind het echt niet kunnen als een paprika, zeg maar, niet rood is. Kijk, de woorden zeg maar zou ik wel gebruiken, zeg maar. Oh, hey. Het is wel een zin die ik zou kunnen zeggen. Waar is mijn paprika eigenlijk? Ik heb geen... Where the fuck? Where's the paprika, dude? Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is dat ik geen paprika heb. Het goede nieuws is dat ik wel bier heb. Dus dat is... Proost! Nee, maar ik heb een filosofie bij deze zin. Namelijk, ik vind het echt niet kunnen als een paprika, zeg maar, niet rood is. Betekent eigenlijk niks. Wel, op zich wel. Maar, ik denk dat degene die deze quiz gemaakt heeft, namelijk Quinten. Quinten, als je kijkt, hey, thank you very much, man. Als je niet weet wie Quinten is, dat is zeg maar die mafkees die met me mee een nieuwe auto ging uitzoeken. See this? Do you even look at this? Even hear this? What the fuck, man? En ik denk dat Quinten het woord zeg maar hierin heeft gezet. Om me te laten lijken alsof ik het heb gezegd. Maar ik heb het niet gezegd, maar hij heeft het woord erin gezegd zodat het meer plausibel overkomt. Snap je wat ik bedoel? Ik denk namelijk dat ik het niet gezegd heb. Oh man, I never said it, man. Never said I ever this motherfucking sentence, dude. Ik heb het nog nooit gezegd. All good. Ik zeg nou al voor de 1000ste keer welkom, dus welkom. Dat heb ik sowieso gezegd. Want als er één YouTuber is op deze aardkloof waarvan de intro nog langer is dan de video zelf, dan ben ik het wel. Ik heb dit absoluut een keer gezegd. Ik zeg nou al voor de 1000ste keer welkom. Dus welkom. Wow, we go way back. Oh god, ik moet even tot rust komen hoor. Oh, wat verdomme. Tja, dit was lang geleden. Ik dacht dat dit gewoon uit een of andere Kelvlog video kwam of zo. Maar nee, het gaat nog verder terug. Dit is een van mijn eerste video's die ik ooit gemaakt heb. Taart te bakken met Jan van Kamstra. Let's go. Jezus Peter, dat kun je echt niet zeggen. Reconstructie. Jezus Peter, dit kan je echt niet zeggen. Dat was de reconstructie. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik denk dat ik dit heb gezegd. Ik heb dit nooit gezegd. Godverdomme zeg, we kloten! Ik wil jullie trouwens even bedanken voor de 5 miljoen views op Nu Al Miljonair. Hey, what's good man? We thought we was millionaires. We thought we was double millionaires. We thought we was trillionaires, quatrionaires, but now we're 5 miljonair. 5 miljoen mensen hebben die pokoe gecheckt, hè. Je zou bijna denken dat ik binnenkort een soort van akoestische versie moet gaan uploaden ofzo. Hey, zou zomaar kunnen toch? Die bitch kan niks. Ja, dit is iets wat ik heb gezegd. In een Cinemate Sketches video, dat weet ik. Die bitch kan niks! Dat was mijn zin. Ik kom nog even met te praten. Oké, succes man. Die bitch kan niks! That's right, I fucking said it. Hey, we got this, girl fam. We on a level. Ik ben gauw niet die guy die zo'n kans zou laten liggen. Ben ik gauw niet die guy? Of ben ik wel die guy? I don't know. Ik ben gewoon niet die guy die zo'n kans zou laten... Ik heb het nooit gezegd. Nee, dit is echt een wanhopige poging om te klinken zoals ik. Maar dat is... Ik gebruik de woorden guy en ik wel. Maar een kans laten liggen heb ik volgens mij nog nooit gezegd. Oh man, we got this man. Hey. Trouwens zie ik nou niet echt zitten. Never said I ever challenge. Sponsored by Grols. Ik heb dit nog nooit gezegd. Liefste willen. Zou ik het liefst trouwen met Monica of zou ik het liefst seks hebben met Monica? Ik hoop dat ze mij niet zou trouwen. Ik hoop dat ze met mij seks zou hebben. Want, en ik zal je even uitleggen waarom. Want trouwen zie ik nou niet echt zitten. Goddomme, dit is lastig, jongen. Ik heb het gewoon gezegd. Nu besef ik me pas hoeveel fucking woorden ik wel niet in video's heb gebruikt. Ik ga nu gewoon een random zin zeggen. Zodat als ik ooit weer Never Said I Ever maak, dat je dan deze zin kan pakken dat ik hem niet meer weet. Gapelstaven zijn de gekste dingen. Er zijn zeker 2 van die. Ja. Oh fuck, mijn knoopje is los. Oh, dan ben ik echt sletje. Dat heb ik wel gezegd. Ja, zeker. Dat heb ik gezegd. Wow. Dit hoort niet volgens mij. Oh fuck, mijn knoopje is los. Oh, dan ben ik echt sletje. Hey. Ik heb ooit een video gemaakt waarin ik deed alsof ik een vrouw was. Ging checken wat de vrouwenstruggles waren. Hey, mensen vonden het nice, fans vonden het leuk. En blijkbaar heb ik mezelf ook sletje genoemd. Dames en heren, jongens en meisjes, je mag andere vrouwen geen sletjes of zogeheten kegs noemen. Maar je mag jezelf wel een sletje noemen. Nee, dat moet Nina gewoon lekker zelf weten. Het klinkt wel als iets wat ik ooit zou kunnen zeggen. Ik weet alleen niet of ik het echt gezegd heb. Laten we even nadenken. Ik heb het nooit gezegd. Dit is te erg op het level waarvan je zou denken, hey, ik moet een zin bedenken. Laat ik het hebben over Nina en Kelvin. Weet je, Kelvin heeft altijd zoiets van, doe gewoon lekker je ding. Wees gewoon eens gek, want je bent dan normaal genoeg. Dat denk ik. Dus het is wel iets wat ik zou zeggen, alleen ik heb het nooit gezegd. Oh, man. I'm on a fucking level, man. Ja! Hey,
nee, hey, dat vind ik echt niet kunnen hoor. Bah. Dat heb ik gezegd. 100%. En ik denk dat het is in een situatie waarvan ik heel sarcastisch was. Ben, was, hey, huh? Dit heb ik waarschijnlijk wel gezegd. En dan heel sarcastisch. Oh, kak! I fucking failed, man. Ik heb gefaald. Ik heb officieel gefaald. Nina, je bent trouwens echt knap. Nee, dit heb ik niet gezegd. Niet omdat ik het niet vind. Oh, 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 wacht even. Ik vind dit wel, maar ik zou nooit deze woorden gebruiken. Zo, Nina, je bent trouwens echt knap. Ik heb dit niet gezegd. Oh, man. You know what's good when we go with the flow. Alright. Tot zover deze challenge. Join de Kelfam door te abonneren op mijn kanaal. Want hey, we uploaden gewoon altijd weer die video's en zo. Soms buiten, soms binnen, soms grapjes. Altijd grapjes. Soms katten, soms mensen. We gaan dit gewoon doen, man. Join de Kelfam, abonneer op mijn kanaal. Volg me op Instagram. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hey, what's good?